Het is alweer bijna Valentijnsdag en de rozen en beren en kaarten en chocola vliegen alweer je oren rond. En ik was eigenlijk op zoek naar een aantal originele Valentijnscadeaus, Valentijnsideeën. En ik kon daar eigenlijk helemaal niet zoveel over vinden. Dus ik dacht, het is de hoogste tijd om een video te maken over de 3 beste Valentijnscadeaus of ideeën voor hem en voor haar. Dus als jij op zoek bent naar een leuk cadeau wat niet al te veel moeite kost, blijf er vooral eventjes kijken. Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar verrassen en wat extra aandacht geven door cadeautjes, chocola, bloemen, kaarsjes en dat soort zaken. En het wordt altijd gevierd op de 14e van februari. Persoonlijk, als ik in een relatie zit, doe ik altijd al wat mee. Zit ik niet in een relatie, dan haal ik gewoon een hele dikke taart voor mezelf. En dan komt het ook goed. Anyway, of je Valentijnsdag nu gewoon een leuke dag vindt of gewoon één groot commercieel gezeik, dat maakt ook niet uit. Maar ik kan me voorstellen dat wanneer je in een relatie zit, dat er wel vaak wat van je wordt verwacht. Daarom heb ik voor jou 3 Valentijnsideeën voor je op een rijtje gezet, waarmee je altijd een goede indruk maakt en die niet al te veel moeite kosten. Dus, hier komen ze! Tip nummer 1 is het schrijven van een kaartje. Want we appen met elkaar, we bellen met elkaar. Eigenlijk alles gaat digitaal en je krijgt niet meer zo heel veel post. Dus het wordt juist extra bijzonder als je dan opeens een hele mooie rode envelopje durft vinden. Dat je denkt van, oh, is die voor mij? In ieder geval, ik vind dat wel heel cute. En als je dan zo'n kaartje schrijft, dan bedoel ik niet dat je dan een kaartje koopt. En dat je dan inschrijft, fijne Valentijnsdag, groetjes, Kees of Maartje. Nee, maak er dan wel even iets leuks van. Maak er wel even iets bijzonders van. Dus schrijf wel in ieder geval 3 zinnen op, weet je. Niet iets of alleen je naam. Dat is echt vreselijk als je een kaart krijgt met alleen een naam erin. Ik bedoel van, ben ik niet de moeite waard om daar een bericht voor te beschrijven? Ja, het hoeft niet heel lang te zijn, het hoeft geen heel A4 te zijn, het hoeft geen boek te zijn. Maar schrijf wel even een leuk berichtje van. Hey, ik waardeer het dat je een ontbijt voor me maakt iedere ochtend, iedere zaterdagochtend. Hey, ik waardeer het dat we samen heel veel leuke dingen doen, dat ik altijd op je kan rekenen. En ik hoop dat we nog heel lang samen zijn. En misschien zet je er wel in dat je het een hele commerciële dag vindt. Dat heb ik ook gedaan vorig jaar, is ook gewoon zo. Ja, en zo'n kaart kun je natuurlijk op verschillende manieren sturen. Je kunt naar het postkantoor gaan, daar een kaart kopen. Je kan hem ook online versturen. En als je hem online verstuurt, kun je ook vaak nog je envelop kiezen. Dat vind ik ook altijd wel heel erg leuk om te doen. Ja, online een kaart versturen kan je natuurlijk doen via Greets of via Your Surprise. Daar kun je ook vaak nog ballonnen, boeken, taarten. Dat is echt een hele goede tip hoor, taart. Als iemand mij een taart zou sturen, ik bedoel een chocolade fudge taart of zo, I would marry that guy. Oké, nu moet ik nou niet grootspraak gaan doen, maar hij scoort wel punten. Vorig jaar had ik bijvoorbeeld een kaart geschreven naar mijn vriend en ik wist dat hij van brownies hield. Alleen, ja, ik zag overal wel die pakketten met brownies, maar ik vond het wel heel erg heftig om dan gelijk 20 brownies naar hem te sturen. Dus ik dacht, ik koop een brownie in de winkel. Maar toen realiseerde ik me natuurlijk dat hij ook dus door de brievenbus moest. Dus dat er eigenlijk een soort van verpakking overheen moest. Dus ik ook naar de PostNL gegaan om daar een pakketje te kopen om die brownie erin te doen met die kaart. Nou, uiteindelijk was ik nog veel duurder uit. Dus als je iets qua eten wil versturen, kijk eventjes op Greets of Your Surprise. En mocht je nou echt een brownie liefhebber thuis hebben zitten, dan kun je ook altijd naar browniesopdepost.nl. En daarmee kun je dus brownies versturen op de post. Ik bedoel, wie heeft dat idee bedacht? Dat is toch gewoon genius? Ach, alles wat bij mij door de brievenbus komt of aankomt in een pakketje wat eten is, jij scoort punten. Ik meen het. Iedereen scoort punten daarmee. Maar op de website van Brownies per Post kun je ook kiezen wat voor soort brownies je wil. Dus ze hebben daar brownies met Oreo en stukjes chocola in, stroopwafel, karamelzeezout, you name it. Dus als je iemand thuis hebt zitten waarvan de liefde zeker door de maag gaat, dan zou ik even kijken op een van de 3 websites die ik net heb genoemd. Het tweede Valentijnsidee is het maken van een ontbijtje voor je vriend of vriendin. En dit hoeft natuurlijk niet een super uitgebreid ontbijtje te zijn, maar het is natuurlijk wel leuk om te zien dat iemand dus moeite doet om voor jou een ontbijtje klaar te maken. Ik denk persoonlijk dat iedereen dat wel waardeert. En mocht jouw vriend of vriendin nou geen ochtendmens zijn, kun je het altijd nog verschuiven naar een Valentijnsbrunch. En ja, hier kun je natuurlijk veel meer dingetjes doen, zoals croissantjes afbakken, misschien wel wafels maken of pannenkoeken met Nutella en aardbeien.
Ik noem maar wat. Dus ik denk dat iedereen er wel blij van wordt. En het kost niet al te veel moeite. En je maakt er iemand blij mee. Dus waarom ook niet? Toch? De derde tip is de leukste tip, vind ik zelfs. En de derde tip is: plan een avondje uit of een dagje weg. En een avondje uit kan zijn dat je samen ergens gaat eten. En nu hoor ik je denken, ja, maar ik ga al zo vaak uit eten met mijn vriend of vriendin. En dat is echt niet meer speciaal. En ha, I got you. Want er is nu Surprise Seat. Met Surprise Seat kun je een verrassingsdiner boeken. En je hoort 2 uur van tevoren waar je precies moet zijn. Op die manier blijft uit eten gaan voor jullie allebei een verrassing. En ontdek je misschien wel het allerlekkerste restaurant van je leven. Wat je ook kan doen is een dagje weg plannen naar bijvoorbeeld een wellnesscenter. Of een dagje weg naar een stad waar jullie allebei nog nooit zijn geweest. Het is namelijk altijd leuk om samen dingen te ontdekken en dingen te ondernemen. Want dat maakt jullie band onderling ook sterker. En dat hoeft niet een hele cheesy date met kaarslicht en knuffelbeertjes te zijn. Maar dat kan ook gewoon een dagje Gouda zijn naar de kaasmarkt, want jullie allebei van kaas houden. Ik noem maar wat. Goed, dit waren mijn 3 beste Valentijnsideeën voor hem en voor haar. En deze cadeaus zullen bij iedereen vast wel in de smaak vallen. En mocht het nou niet het geval zijn, dan kun je altijd die brownies nog zelf opeten. En dat verrassingsdiner plannen met je beste vriend of vriendin. Ik wens jullie een hele fijne Valentijnsdag. Vergeet je niet te abonneren. En ik zie je snel. Doeg!